En daar, maar dat is echt mooi. Als ik je niet meer terug zie, ik zie je graag hoor. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Sunday Fun Day. We zijn de familie Meerschaert en we zijn vandaag in Movie Park Duitsland. We gaan vandaag dus het pretpark doen dat we al een paar jaar geleden een keer gedaan hebben. Het zal natuurlijk wat moeilijk zijn om te vergelijken met dat we nog maar Universal Studios gedaan hebben in Amerika. Maar we konden de ticketjes kopen op vakantieveiling.be. En we hebben tickets gekocht voor €20. Dus willen we naar Moviepark. We konden lang, ik heb ze in maart gekocht. En we konden dus lang gaan. En we zeiden van we gaan in de zomer gaan. Maar de zomer is al bijna gedaan. Dus moeten we nu wel naar hier komen. Maar de kids hebben er niets op tegen, toch? Nee. En wel ja, dat we moesten komen naar hier. Dat de ticketjes gingen verlopen. Ja. Als het moet. Als het moet, hé. Ja. Dus we gaan vandaag een fun day hebben in Movie World. Yay! Park. Ah, oei. Best Movie park. Park. Yay! En hoe was het? Top. Was het top? Ik denk dat ze ook... Hey, dinosaurussen zijn hier ook geweest. Vond je het leuk? Ja. Ja? En? Dat is mooi hoor. Was het mooi? Wat is er hier nog? Ah, ze hebben hier een dino gevangen. Misschien. Ga ik eens kijken. Ah ja. Kijk, Arco. Woo!
Als ik je niet meer terug zie, ik zie jou graag hoor. Hallo! Ja. Was het dan? De eerste keer zo zat hij. En toen was het oké. Okay. Ja, toen was het. Intussen is het toch een klein beetje warmer geworden. Als de zon achter de wolken is, is het wat frisjes. En anders is het wel een beetje warmer. Dus we gaan op de bootjes. In de rivier, de Wilde Rivier. Dus we gaan zien als we nat zijn of niet. We hebben geen andere kleren mee. Maar goed, mama doet dat graag. Dat is eigenlijk een attractie dat mama altijd graag doet. In de bootjes. Hé? Ja. Mama doet dat graag. Ja. In de bootjes. In de bootjes. Mama zit graag in de bootjes. In de bootjes. Anders mama, daar kan je ook op. Kijk, daar kan mama ook op. Oh my god!
Wat is er? Maar alleen je moet naar zijn en naar het toilet gaan, zie. Sorry. Maar mama. Allee. Ja, en mama. Normaal is dat op een latere leeftijd. Je moet zeggen niet wanneer je pampertjes doen hebt. Het is mooi, het is op de juiste plaats. Oh, en daar, maar dat is echt mooi. Echt, het is nog... Oeh. Oh. Is het een beetje nat? Ja. Heb je een beetje koud? Nee, maar het voelt... Waar heb je koud? Het voelt nat. Waar heb je koud? Voel nat. Ah, maar... Allee. Ik dacht dat droog voelde, water. Papa heeft nog een probleempje ontdekt. Ik had al zoiets van... Er zit een raar geluidje, zo... Klik, klik in mijn schoen. En ik heb die combat boots dat ik nu aan heb al redelijk veel aangedaan, maar in de zomer niet. En ik zeg, ik ga dat nog een keer aandoen. Alleen hoop ik dat ze vandaag nog overleven. Ik heb ontdekt dat mijn zool los zit. Dus als mijn schoenen hun hiel verliezen, gaat dat hier een heel grappig gezicht zijn. En moet ik misschien SpongeBob schoenen kopen? Moet ik dan vragen van, heb je dat ook in maat 40? Ja, alleen Superman schoenen. Maar ja, hopelijk verlies ik ze niet, hè, want ze zijn echt gemakkelijk en ik draag ze zo graag. Maar ja, deze zijn voor in de vuilbak. Maar ik hoop wel dat ze vandaag nog overleven, hoor. Ik hoop van niet. Ja, dat het wel, ja. Dat. Kijkjes. Nu gaan we binnen in de wereld van papa. En Star Trek. Papa belooft dat hij niet raar gaat doen. Kijk hier. Hoe cool. Kijk hier. Kijk. Captain Kirk en Spock. De originele. De originele. Kijk hier. Dat is de Enterprise. Ja. Oh. Hier. Een vriendschap. Maar wie ga je dat doen, maar je hebt geen vrienden. Kijk, moet dat dan draaien of zo? Captain Kirk, I have a problem. Captain Kirk hier. Where is Spock? I will help you. Live long and in prosperity. Ice Age vond ik persoonlijk een dikke fail. Hoi. Het geluid van de film staat zo stil dat je het eigenlijk niet hoort, want de stoel onder jou is constant een geluid dat hij maakt, een soort koeling om die stoel te doen bewegen. Dus een keer shh. Ja, dat zei je. En hoort gewoon de film niet meer. Ja. Hoe belachelijk is dat? Dus ik denk dat er daar serieus wat werken aan zijn om die... Dus het filmpje zelf is heel tof. Ik heb eigenlijk al het laatste opgenomen. En dan vergeet ik nog te zeggen dat mijn schoenen het heeft volgehouden. Orfee zei daar juist, ik vind het jammer dat je schoenen hebben volgehouden. Ben ik blij. Het ging mooi geweest zijn. Zo. Maar nee, met zo van die savatjes. Savatjes. Voor de Nederlandse kijkers, dat zijn pantoffels. Savatjes. Savatjes. Ja. Goed. Mijn schoenen hebben het volgehouden. Dus in feite, ja. Mijn einde die hierna komt, is eigenlijk voor dit opgenomen. We gaan onze moviepark dag afsluiten. Nako loopt hier gewoon. Die mevrouw, die is gewoon aan het kijken. Bonk. Arco, moet kijken waar hij loopt. He. Nee. Goed, onze Sunday Funday gaan we afsluiten. Het is bijna 7 uur. We moeten nog 3 uur rijden naar huis. Dus ja, we moeten een klein beetje doordoen. He. Allee, we willen niet om 11 uur thuiskomen. He.
De kids en mama hebben nog een ijsje. Een ijsje. Lekker ijsje. Wat vonden we van Movie Park? Dat was al een eindje geleden dat we gekomen waren. Als je met hele kleine kindjes komt, dan heb je Nickland. Dat is allemaal heel leuk voor hen. Als ze iets groter zijn, dan is natuurlijk Nickland al een klein beetje te kinderachtig. Nee, die van SpongeBob. Die van SpongeBob was wel leuk. Is het de moeite? Ja. Nee? Ja. Wil je 44 euro betalen? Ja. Nee. Vind ik een klein beetje te veel. 44 euro vind ik een klein beetje te veel voor dat park. Ik vind het meest interessant als je ticketjes kan op de kop tikken. Goedkopere ticketjes op de website vakantieveiling. Of via een andere actie vind ik dan dat wel beter is. Ja. Ja. Dus als je goedkopere ticketjes hebt, moet je zeker wel een keer komen. Wat vond je het leukst? Die ene dochter. Van Helsing. Van Helsing. Ja, van Helsing. Was wel, ja, van Helsing was wel leuk. En dan SpongeBob. En dan SpongeBob. De Raja River. De Raja River was ook en wel leuk. En die houten. En die houten. Oei, misschien is het toch toffer dan dat we eerst zeiden. We hebben nog niet op de Bermuda Splash gezeten ook. We hebben daar geen tijd meer voor gehad. Het was wel heel veel volk. We vonden het een leuke vlog. Ik hoop dat je het genoten hebt van onze vlog. Geef dan een duimpje omhoog. Heb je er niet van genoten, geef dan ook een duimpje omhoog. En wil je op de hoogte blijven van onze vlogs en challenges, dan kan je altijd gratis abonneren op ons YouTube kanaal. En? Wat nu? Doei! Daaah!